Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik dacht, ik ga al de video eens maken voor de week energie. Tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Zodat we eigenlijk op het gemakje de week kunnen starten en weten we dan moeten aan beginnen. En zie je zodat hier al onderaan komt de string cards. We beginnen echt volgende week. Oh my god, chariot. Succes. We beginnen echt wel al augustus. En dat betekent altijd maar verder en verder in het pad van ascensie. Dichter naar onszelf en dichter naar onvoorwaardelijke liefde met onze tweelingplan. Dus in deze video gaan we eens kijken waar dat zit in de connectie. Dus deze kaarten gaan over de connectie, wat ik kan verwachten van de mannelijke en vrouwelijke energie deze week. En het eerste dat we krijgen is Sage of Challenges. En de onderkant is Sage of Orbs. Dus we gaan een stapje omhoog. Want dat zijn eigenlijk al soort twee van meesteressen. Die geleerd hebben om meester te zijn over de emoties. En die geleerd hebben om meester te zijn over de gedachten. Dus hier zie je eigenlijk heel mooi de vrouwelijke energie en de mannelijke energie. Dus beiden hebben geleerd wat dat het betekent om in hun eigen energie te staan. Dus mannelijke energie vanuit de geheelde energie en de vrouwelijke energie vanuit haar geheelde vrouwelijke energie. Maar natuurlijk moeten ze de eenheid ook creëren in zichzelf. Dus dat betekent dat wat de vrouwelijke energie gevraagd wordt om ook die mannelijke energie verder te helen en de vrouwelijke energie, de mannelijke energie, de vrouwelijke energie. Maar dat was een moeilijke. En daarin zien we dat we eigenlijk hier constant die guidance, die ondersteuning, die begeleiding krijgen. Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie worden begeleid deze week om nog verder te gaan vertrouwen op de lessen dat ze aan het leren zijn, de lessen dat ze moeten leren. Ik ga deze een beetje aan de kant schuiven. Mijn nieuwe drakenkaarten. Voilà. Dat zijn de dingen dat ze nu deze week nog dieper gaan leren. Onder leiding van hun hogere zelf en een gans team. En je ziet dat zowel voor beiden het vuurelement, dus vanuit de leeuw ook komt, hè, die nu we zijn ook het leeuwenseizoen, die gaat dingen vooruitschuiven. Die gaat dingen in het emotionele wakker maken. En daarom gaan ze erin begeleid worden, zodat ze eigenlijk kunnen wegstappen van de obstakels en de gevechten en discussies die ze ooit gevoerd hebben. Misschien met elkaar, maar eigenlijk in de eerste instantie ook vooral met zichzelf. Waar als ze nog heel veel weerstand gevoeld hebben, gaan ze leren om mee te stromen op die water, op die golven. Die gedachten wel op te merken, maar er niet meer door te laten leiden. En daar gaan ze deze week nog meer voor geleid en ondersteund worden. En dat is mooi. Dat is mooi. Dan kunnen ze elk leren ook om vanuit hun niet-dominante energie in het leven, in het fysieke, in de 3D, in de realiteit te gaan staan. Daar gaat het over. Want zodra je in contact bent met jouw tweelingvlam of je tweelingziel, of een diepe soulmate-connectie als je geen tweelingvlam of tweelingziel bent, dan worden eigenlijk codes uitgewisseld. En dat betekent wanneer jij jouw vrouwelijke energie bijvoorbeeld geheeld hebt, dat die codes die als van healing, dus eigenlijk de oplossingen, zitten als een lichtcode in jouw energie. En dat helpt dan eigenlijk de mannelijke energie om de lessen die jij geleerd hebt, dan kan hij daar versneld doorheen gaan, omdat hij eigenlijk gewoon naar jou kan kijken als het ware, die codes kopiëren, het in zijn systeem plakken en het onmiddellijk gaan uitvoeren en ermee aan de slag gaan oefenen. En dat is ook hoe dat het werkt. Niet alleen voor jezelf, maar ook bij lichtwerkers werkt het zo. De zaken waar je tegenaan gelopen hebt geleerd hebt, die vormen zich als lichtcodes in jouw energie, zodanig dat de mensen die een zielscontract hebben, afspraak eigenlijk hebben om van jou te leren, die worden dan eigenlijk op die manier zo aangetrokken. Ga eerst 8 kaarten uit het deck halen. Zodanig dat we dan het verhaal kunnen compleet maken.
Zo, oké. Okay. Ik ben aan het voelen wat dat voor de vrouwelijke en wat dat voor de mannelijke erin is. Maar ik kan eerst de rest leggen, hoor ik. En dan gaat het duidelijk worden, zijn ze. Ik denk dat ik al weet hoe dat is. Ja. Dat is hetgeen dat ik dacht. Dus we willen bewust geen onderscheid maken in mannelijke en vrouwelijke energieën, omdat nu net de connectie tussen beiden centraal staat om nog meer van elkaar te leren. En het maakt zelfs niet uit of dat je in contact bent of niet, want eerst heel veel dingen gebeuren in het etherische, dus in die hogere energieën. En wat is het doel? Dus daarom is dat die laatste kaart, Two of Wands. Eenheid in jezelf aanbrengen. Dat is het doel. Dat is hetgeen waar dat de mannelijke en vrouwelijke in deze week voor staan. En wat zien we? Kijk, de Fool. De Fool staat aan de onderkant, staat echt voor een heel nieuw begin. En om echt wel je waarheid te leren spreken, bij jezelf te blijven staan, weglopen van dingen die niet meer voor jou passen, om meer balans, meer eenheid in de connectie te gaan creëren. En om zowel vanuit de mannelijke en de vrouwelijke energie, maar meer vanuit de mannelijke energie, om meer te gaan verbinden met die intuïtie. Daarom zie je zo weer die nieuwe maan. Het is trouwens ook nu nieuwe maan. Dus als je nu naar buiten zou kijken, dan zou je ongeveer dit zien. En het is belangrijk om los te komen van het idee, want dat is iets dat we aangeleerd geweest zijn, dat er eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn. Plus, nu is het tijd, dus deze week mag en moet je focus eigenlijk liggen op het willen wegstappen van de obstakels. Het willen wegstappen van de zaken die nog niet in balans zijn. Die nog niet de vervulling brengen waar je eigenlijk zo diep en zo hard naar verlangt. En dat is ook de reden waarom dat je, ik weet niet of je dat kan zien, maar dat is hier eigenlijk een man die geblinddoekt is. En dus de reden waarom dat de mannelijke energie deze week eigenlijk gepusht wordt om actie te ondernemen. Ondanks het feit wat hij ziet, dat is ook de reden waarom deze ondersteboven ligt, omdat hij eigenlijk de weg vooruit niet ziet en niet ziet hoe dat hij succesvol kan zijn. Dat wordt nu net natuurlijk gevraagd aan die mannelijke energie om te gaan vertrouwen op de vrouwelijke, zijn eigen vrouwelijke energie. Om van daaruit actie te ondernemen, wetende dat zijn vrouwelijke energie en de connectie dan, of zijn vrouwelijke energie, eigenlijk wel het antwoord weet en eigenlijk wel het altijd het vertrouwen heeft gehad dat alles in orde gaat komen. Dat wat dat er ook op je pad komt, dat het altijd wel voor een hoger doel is en voor je hoogste goed is, ook al lijkt het niet allemaal zo. Dus zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, maar hier in eerste instantie de mannelijke energie nog meer natuurlijk, wordt uitgedaagd om uit dat logische te stappen en om ook te vertrouwen en eigenlijk het volledige stuur te geven aan de vrouwelijke energie. En om eigenlijk naar het leven te kijken vanuit een volledig andere manier. Want dat is het hangman, hè? Dat is eigenlijk zo ligt hij normaal, maar hij ligt dus ondersteboven. En dus wordt er eigenlijk van ons gevraagd van wat kan je nog meer vanuit dat hogere geheel gaan kijken? Wat kan je, of welke dingen moet je misschien zelfs opofferen of stoppen om het grotere plaatje te zien? Want uiteindelijk wat hij wilt is union, is die eenheid, is die verbinding weer met je diepste zelf. Hè? Maar wat wordt er nog gevraagd om nog meer los te laten? Waar beperk je jezelf nog te veel? En wat zorgt er dan voor, hè, doordat je jezelf beperkt, dat je inderdaad nog altijd jouw tegenhanger, of je nu mannelijk of vrouwelijk energie bent, maakt niet uit, maar dat is eigenlijk jouw tegenhanger nog bekijkt vanuit de dingen die je kent. Vanuit de vaste structuren die je kent. Vanuit de tradities. Vanuit hoe dat de relaties altijd geweest zijn. En wat kan je nu anders gaan doen om uiteindelijk die eenheid te gaan creëren. En daarom ligt die Queen of Wands hier ook omgekeerd. Want de Queen of Wands die weet wat dat haar passioneert, of waardoor dat ze gepassioneerd is. Ze weet dat ze onafhankelijk is. Ze weet dat ze moedig is en alles in zich heeft om dat te verkrijgen. Maar zowel de mannelijke als vrouwelijke energie zijn nog niet volledig daar.
Maar ze zijn nog beiden allemaal angsten aan het loslaten. Angsten om eigenlijk volledig weg te stappen vanuit die mind, vanuit die controle en een diepe overgave en diep vertrouwen te gaan. En dat is hetgeen wat er gevraagd wordt. Waar kun je op een andere manier gaan bekijken? Wat kan je gaan loslaten? Wat kan je gaan opentrekken om nog meer in die overgave te zakken en nog meer in dat natuurlijke proces te gaan zakken? En dat gaat ervoor zorgen dat je niet meer gaat uitgeput zijn. Dat je in plaats van blijven weerstand te houden en proberen dingen tegen te houden, dat je kan gaan meestromen, zoals je hier gezien hebt, dat je kan meestromen op de natuurlijke flow en de natuurlijke ontwikkeling van dergelijke speciale, diep vervullende connecties. Maar het vraagt natuurlijk om te vertrouwen en om eigenlijk een stuk weg te stappen van dingen te plannen, maar om echt alle vertrouwen en eigenlijk alles wat je hebt te willen verliezen, op het spel te durven zetten, wetende dat hetgene wat je misschien zou verliezen en wat je misschien kwijtgeraakt, of die misschien zo stuk zou gaan, dat het plaats gaat maken en ruimte gaat maken voor zoveel mooiere, krachtige dingen. Dat is hetgene dat deze week gevraagd wordt. En daarin mag je dan eigenlijk ook onverwacht verwachten. Dingen die je eigenlijk totaal niet voor mogelijk houdt, maar die dingen ga je kunnen verwachten. Als je dat in staat bent om hier zo open te zijn, dan ga je inderdaad het onverwachte mogen verwachten. Gaat zelfs nog zo mooier zijn dat je het gewoon niet kan voorstellen dat er is, dat het op je pad komt. En dat is het, hier staat er: improvements require persistence, meditation. Ik heb niet het gevoel dat je natuurlijk nu allemaal heel de week moet gaan zitten mediteren. Dat is niet de bedoeling. Plus, mediteren is ook voor iemand anders. Maar het is wel belangrijk dat je een soort van consistentie houdt. Dat je consistentie creëert in de manier waarop je denkt over jezelf. In de manier waarop je probeert je leven vorm te geven. En dat je niet onmiddellijk opgeeft, omdat je niet onmiddellijk resultaat of verandering of verschuivingen ziet. Want dat is zeker in het begin van manifestatie en van ontwaking en wakker worden. De grootste valkuil. Dat we eigenlijk veel te snel opgeven en veel te snel van mening gaan veranderen. En dat is zoals een pakketje zo bestaan op bol.com bijvoorbeeld. En dat je in het begin mag je twijfelen. Oké, je hebt het dan besteld en je weet oké, binnen 3 dagen komt het. En dan denk je, goh ja, 3 dagen is eigenlijk te lang. Ja, en ik moet het toch niet hebben. Ja, je probeert het te annuleren. Oké, je denkt dat het geannuleerd is. En dan 2 dagen dan zeg je, ja, eigenlijk moest ik het misschien toch hebben. Ik ga het toch weer laten doorgaan. Wat dat dan uiteindelijk ervoor zorgt dat één uitgesteld wordt, verlaat wordt, maar onderweg kunnen er heel veel dingen verkeerd gaan. Ik kan plots dan het verkeerde adres ingeven of wat dan maar ook. Dus daarvoor is doorzetting en standvastigheid in het wat dat je wilt ervaren en hoe dat je wilt voelen bij het ontvangen van je manifestatie, dat is belangrijk. En dat je niet laat voortdurend afleiden door dingen in de 3D-wereld. Dat je zeker dan niet die 3D-wereld gaat gaan gebruiken om als een soort van barometer om te kijken waar je ergens staat in je manifestatie. Nee, de enige barometer dat je moet hebben is hoe dat jij jou voelt. En daardoor ga je weten of jij nog op je pad zit of niet. Want dat brengt jou allemaal sacred divinity. En ik ga zien wat eronder staat. There are two paths ahead. Ja, en er zijn natuurlijk altijd 2 paden, maar dat verwijst ook weer naar hiertoe. Er zijn meer dan 2 paden, maar dat is aan jou om te kiezen. En eigenlijk de 2 paden dat ze over spreken is: kies je voor liefde of kies je voor angst. En dat is hetgeen hoe dat je leert om hieruit die ook hier en hier en hier het idee van vast te zitten te komen, komt eigenlijk voort door dat je zelf de vraag stelt van: maak ik een keuze vanuit liefde of maak ik een keuze vanuit angst en tekort? En dan ga je weten dat je eigenlijk mag veranderen en dat je eigenlijk mag keuzes maken vanuit liefde en vertrouwen natuurlijk. Oké. En welke vlammen kunnen we deze week samenwerken, alsjeblieft? En zie je hoe dat die één hier gewoon deze weg duwt? Dus ik ben eens benieuwd welke kaart het is. Romance. Yes. 2 boodschappen daarin. Onverwerkte liefde is die enige krachtigste energie die echt de diepste schaduw in onszelf kunnen. Ja, en die ook die daadwerkelijk heel. En 2, het is belangrijk om wanneer het gaat over relaties, om eigenlijk weg te stappen van alles wat je kent en altijd
als waarheid heb beschouwd. Want de tweelingvlamrelaties, connecties en tweelingzieconnecties en hoge soulmate-connecties, of connecties en relaties in de toekomst, die gaan niet meer op dezelfde manier vormgegeven worden en tot uiting komen zoals dat we altijd gekend hebben. Dus aartsengel Zadkiel helpt je daarmee. En ook hier zie je ook weer die twee vlammen, hè. Eenheid in jezelf brengt uiteindelijk eenheid in de union, in de connectie. En daarvoor kan je deze vlam gebruiken. Dat is een geel, oranje, rode vlam. En afhankelijk van wat je wilt, kan je die kleur, bijvoorbeeld meer geel, meer goud, meer rood, whatever dat voelt, het beste voelt voor jou. En aartsengel Metatron natuurlijk. Metatron als bewaker van de diamantenvlam. Dat zie je ook hier. En die gaat doorheen de week zowel naar de mannelijke als de vrouwelijke energie meer inzicht in en meer oude wijsheid laten integreren in het collectief, is geen wat ik hoor. Dus hou je maar vast aan de takken van de bomen, want we gaan weer van een of andere rollercoaster vanaf komende week. Maar allemaal met als doel om de dingen die de komende week weken van je pad gehaald worden, is omdat ze niet meer voor jou voorbestemd zijn, is omdat je ze ontgroeid bent, is omdat je de lessen eruit geleerd hebt, is omdat je klaar bent voor een volgende level, voor een nieuw pad. Voor jouw goddelijk pad, voor jouw voorbestemd pad. Dus hou niet vast en hou niet langer vast aan de dingen die eigenlijk niet meer voor jou voorbestemd zijn, maar vertrouw dat het vervangen wordt door iets hogers, iets beters, iets die jou veel meer die vervulling gaat brengen en hetgeen wat je echt als ziel, jouw ziel echt naar verlangt. Zo, dat was voor deze energiecheck-in voor de komende week. Ik hoop dat je er alvast heel wat inzichten hebt uitgehaald. Ik ben super dankbaar dat ik jullie op deze manier kan begeleiden en ondersteunen. Maar daarvoor vraag ik natuurlijk om mij ook te helpen en te ondersteunen en nog meer verspreiden van boodschappen. Door mij te abonneren of door mij te abonneren. Dus door op mijn kanaal te abonneren, door een like te geven op de video als je dit soort content leuk vindt. Maar ook door mijn video's bijvoorbeeld te delen met mensen dat je weet dat ze behulpzaam zullen aan hebben. Je kan mij ook volgen op Instagram en via de linkjes onderaan kun je op mijn website terechtkomen, waar dat je dan ook weer via trajecten en de online trainingen weer verder kan werken aan jezelf. Want alles die op mijn website staat, die ik aanbied, is gecreëerd in co-creatie met mijn team. Zoals het traject van de Vlammen is samengeschreven met Meester Kutumi. Dus omdat dit ook jullie weer verder helpt in het omarmen en het belichamen van jullie eigen authentieke energie, met als doel nog zoveel meer mensen te ontwaken en naar een hoger level van bewustwording te brengen. Want heel veel mensen denken dat ze al wakker zijn, maar staan eigenlijk nog net helemaal aan het begin. Dus het is tijd om dat werk een beetje te uplevelen en ja, gewoon, ik zou bijna zeggen, hele huisjes omver duwen. Maar daar zijn we al mee bezig. Zo, dat was voor vandaag, want anders zit ik hier nog een uur te praten tegen jullie en dat is niet de bedoeling. Dus als je een persoonlijke reading wilt, of wil met mij één op één samenwerken, of je loopt met ergens anders tegenaan, aarzel niet om mij te contacteren en dan kunnen we kijken op wat dat je op dit moment nu nodig hebt. En ik wens je alvast een hele fijne zondag en tot morgen. Dag!